Yo, welkom bij Geld op Geld. Het is nu vrijdag. Het is zover, de kwartaalcijfers zijn binnen van de grootste bedrijven ter wereld. Want deze week kwamen echt Apple, Amazon, Microsoft, Google, Facebook en nog veel meer bedrijven met cijfers. Ik heb al een filmpje gemaakt over Facebook, Google, Microsoft en nog een paar bedrijven zoals je hier boven kan zien in dat filmpje. Ja, in dit filmpje wil ik ingaan op Apple, op Amazon en nog een paar bedrijven. Ook al baal ik echt heel erg van één specifiek aandeel, daar kom ik straks nog wel op terug, dus laten we beginnen. Deze bedrijven kwamen deze week allemaal met cijfers, heel veel hele grote bedrijven. Ik heb ongeveer de eerste helft van de week al besproken in een ander filmpje. Dus laten we nu de tweede helft doornemen en laten we meteen beginnen met Apple, natuurlijk een heel groot bedrijf. Apple kwam met niet echt hele goede cijfers, zeker voor Apples begrippen. Een omzet van 83,36 miljard dollar, wat wel een groei is van 29% year-over-year, wat echt wel netjes is. Maar het is minder dan verwacht. Er werd 84,69 miljard dollar verwacht. Dus die 83,36 is toch best wel een stuk minder dan verwacht. iPhone deed het niet goed. iPhone kwam met 38,87 miljard. Er werd 41,6 miljard verwacht. iPads deden het dan weer wel goed. 8,25 miljard dollar, terwijl 7,16 werd verwacht. Macs deden het wat slechter. Services deden het weer wat beter. Al bij al wat betreft omzet, nou, natuurlijk niet heel slecht, maar zeker niet goed omdat het gewoon wat minder is dan verwacht. Wat betreft EPS, op zich prima. Er werd 1,24 verwacht. Ze deden ook 1,24, dus dat was gewoon in lijn, ook zoals verwacht. Al bij al zeker niet goed voor Apple's begrip, want Apple doet het gewoon vaak beter dan verwacht en graag ook beter dan verwacht. Nu deden ze qua EPS zoals verwacht, qua omzet ietsjes minder dan verwacht. Maar wat het grootste nadeel is, wat eigenlijk het slechtste is, Apple gaf gewoon aan dat ze heel veel last hebben van supply chain problemen. En gaven ook aan dat het waarschijnlijk in de toekomst nog zo zal blijven. Dat het gewoon moeilijk is om aan chips te komen op dit moment. Eigenlijk voor iedereen, dus ook voor Apple. Het aandeel deed het dus ook niet zo goed. Het aandeel ging omlaag met 3,5%. De beurs is nog open, dus het kan natuurlijk nog alle kanten op gaan. Maar Apple staat nu 3,5% in de min. Wat voor zo'n groot bedrijf als Apple toch echt wel flink is. Op dit moment een marktwaarde van 2,431 biljoen dollar. Wat betekent dat Microsoft nu het grootste bedrijf ter wereld is met een marktwaarde van 2,452 miljard dollar. Want Microsoft kwam woensdag met cijfers. Ja, die cijfers waren helemaal prima. Microsoft was ook met ongeveer 4-5% gestegen. Vandaag weer een plus van 1%. En daarmee is Microsoft op dit moment groter dan Apple ook. Laten we doorgaan naar de tweede, naar Amazon. Natuurlijk ook echt een heel groot bedrijf. Een bedrijf dat ik ook op mijn radar heb. Maar Amazon viel mijzelf in ieder geval echt wel tegen. Ze kwamen met een EPS van 6,12. Er werd 8,71 verwacht. Vorig jaar deden ze zelfs 12,37. Dus die 6,12 ten opzichte van bijvoorbeeld die 8,71 die werd verwacht, is toch best wel slecht. Is toch echt wel een flinke mis. Valt mij in ieder geval tegen. Als we nou gaan kijken naar de omzet van Amazon. Ze kwamen met een omzet van 110,81 miljard dollar. Wat ook echt heel veel is. Zelfs een heel stuk meer dan Apple. Maar alsnog minder dan verwacht. Er werd 0,91% meer verwacht. Vorig jaar deden ze 96,15 miljard in hetzelfde kwartaal. Als je kijkt naar die 96,15 en die 110,81, dat is 15% meer dan vorig jaar. 15% is op zich wel netjes, maar voor zo'n bedrijf als Amazon echt een heel groot groeibedrijf nog steeds. Een bedrijf dat ook relatief duur is. Is 15% redelijk weinig. Ik vind 15% zelf in ieder geval wel tegenvallen. Ik vind de cijfers echt wel tegenvallen. Ze gaven ook aan dat ze zelf ook wel merken dat ze last hebben van supply chain problemen. Dat die er wereldwijd echt wel zijn. Ook gaf Amazon aan dat ze last hebben van medewerkers. Dat het moeilijk is om aan werknemers te komen. Best wel wat negativiteit ook als ik het zo lees in ieder geval wat betreft Amazon. Wat deed het aandeel? Amazon daalde met 3,66%. Als je nu kijkt naar bijvoorbeeld het afgelopen jaar, is Amazon ook redelijk vlak. Zeker als je Amazon vergelijkt met al die andere techjongens die echt flink aan het stijgen zijn. Amazon blijft gewoon vlak op dit moment. Als je nog verder gaat uitzoomen, als je kijkt naar de afgelopen 5 jaar of nog verder. Ja, dat doet Amazon natuurlijk echt geweldig. Maar het afgelopen jaar is Amazon redelijk vlak. En ik had zelf eigenlijk ook betere cijfers verwacht. Valt mij in ieder geval tegen. Ik wilde graag Amazon kopen rond die $3,300. Of ik het nu nog ga doen, ik twijfel een beetje. Ik vind AWS echt hartstikke mooi. Twitch is op zich ook heel interessant. Prime is heel... Ja, ze hebben natuurlijk echt van alles Amazon. Het is een heel mooi, heel groot bedrijf. De cijfers vallen mij gewoon een beetje tegen. Dus ik moet zelf even kijken wat ik ga doen. Ik vind het echt wel jammer wat betreft de cijfers. Een daling van 3,7% vind ik zelf ook reuze meevallen. Bij Apple trouwens ook. Als je kijkt naar het vorige kwartaal, zagen we op zich ook prima cijfers. En veel flinkere dalingen dan nu. Een daling van 3,7% vind ik zelf dus echt wel meevallen. Maar goed, laten we doorgaan naar de volgende. Laten we nou gaan kijken naar Shopify. Ook echt een groeibedrijf. Shopify kwam met een EPS van 0,81, wat wel een stuk lager is dan verwacht. Er werd 1,28 verwacht. Vorig jaar deden ze 1,13. Dus die 0,81 is toch best wel een flinke mis. Maar goed, als we nou gaan kijken naar omzet, deden ze 1,12 miljard dollar. Ook lager dan verwacht. Er werd 2,28% meer verwacht. Maar vorig jaar deden ze 767,41 miljoen. Die 1,12 is wel een stijging van 46% year-over-year, wat echt wel hartstikke netjes is. Shopify is ook echt gewoon een heel mooi groeiaandeel. Ze groeien echt flink en ik denk dat ze nog jarenlang zullen blijven groeien. Het aandeel is wel vrij duur, maar ze groeien wel echt heel hard. Ze kwamen ook met goede vooruitzichten richting de toekomst. Geen negativiteit eigenlijk, zoals bij Apple wat betreft supply chain problemen of Amazon wat betreft medewerkers. Shopify kwam zelf wel met goede verwachtingen en daardoor was het aandeel dus denk ik ook gestegen. Nu staat het aandeel met 0,88% in de min, maar Shopify kwam donderdag met cijfers. En zoals je hier ook kan zien, flinke stijging. Shopify was met 7% gestegen, nu wel ietsjes gedaald, bijna 1%. Maar al bij al wel flink gestegen na het bekendmaken van de cijfers. Alsnog een aandeel, als je kijkt naar de PE-ratio bijvoorbeeld, redelijk hoog. Maar Shopify zal nog jarenlang blijven groeien, dus je moet niet echt kijken naar PE bij dat soort groeibedrijven. Alsnog denk ik een mooi aandeel, voor mij gewoon wel te duur. Maar goed, laten we doorgaan naar een ander duur aandeel, naar Starbucks. Starbucks kwam met een EPS van $1, wat net een cent meer is dan verwacht. Er werd 99 cent verwacht. Omzet kwam op 8,15 miljard. Er werd 8,2 miljard verwacht, dus net ietsjes lager dan verwacht. Al bij al is dit redelijk normaal. Je zou zeggen dat een aandeel naar aanleiding van deze cijfers niet echt zou stijgen of dalen. Wat EPS eigenlijk ongeveer zoals verwacht. Net een cent meer wat betreft omzet, net ietsjes minder dan verwacht. Maar Starbucks gaf wel aan dat ze nog steeds last hebben van lockdowns, eigenlijk last hebben van COVID. Dat op dit moment in China ook lockdowns zijn, waar zij dus ook last van hebben. Ik denk dat daardoor het aandeel wel flink is gedaald, want Starbucks is gedaald met 6,66 op het moment. Een best wel flinke daling op zich, want het bedrijf heeft toch echt wel een marktwaarde van 123 miljard dollar. Grote speler ook. Een daling van 6,6%. Ik vind Starbucks zelf niet interessant, maar ik weet dat het een vrij populair aandeel is. Dus voor Starbucks een toch wel flinke daling. Dus laten we doorgaan naar eentje waar ik echt heel erg flink van baal. En dat is Voyager. Ik heb Voyager nog besproken in de top 3 aandelen om te kopen deze maand, zoals je ook hierboven kan zien. Ik dacht zelf dat Voyager een heel mooi groeiaandeel is. Een aandeel dat echt flink groeit. En dan heb ik niet over een omzetgroei van 50%, 60%, 70% of 200%. Veel meer dan dat zelfs. Als we nu gaan kijken naar wat cijfers van Voyager. Voyager kwam met een omzet van 175 miljoen dollar. Het kwartaal hiervoor deden ze 60 miljoen dollar. Een jaar hiervoor 1 miljoen dollar. Dus dan heb je het over een stijging van keer 175. Ja, ze groeien echt heel hard. Crypto is natuurlijk super hot. Voyager is een crypto exchange. Ja, ze doen het gewoon echt heel goed en ze zullen in de toekomst nog veel meer doen dan alleen maar crypto. Ik vind het eigenlijk best wel lastig om hierover te praten zo, want ja, ze doen het echt heel goed. Operating income 56 miljoen. Vorig jaar een loss van 11 miljoen. Als je kijkt naar gebruikers, 1,75 miljoen. Vorig jaar 86.000. Total funded accounts 665.000. Vorig jaar 23.000. Assets under management 2,6 miljard. Vorig jaar 35 miljoen. Een aandeel dat echt heel interessant is, denk ik zelf. Daarom had ik ze ook behandeld in de top 3 aandelen om te kopen. Ik had zelf een order klaarstaan om ze te kopen voor €7,5. Wat heeft het aandeel gedaan? Het aandeel staat nu met 17,65% in de plus. Gisteren een stijging van iets van 40% of zo. In 2 dagen tijd is het aandeel bijna verdubbeld. Ik wilde hem voor €7,5 kopen. Het aandeel kwam tot 7,6. En ik heb hem dus niet gekocht. En het aandeel is bijna verdubbeld. Dus daar baal ik echt heel flink van. Ik wilde vooral volgende week Voyager flink inslaan eigenlijk. Want volgende week krijg ik, zoals je misschien weet als je mijn kanaal volgt, krijg ik wat meer geld tot mijn beschikking. Krijg ik de overwaarde van mijn vorige woning. Kan ik weer flink aandelen kopen. Wil ik ook eigenlijk graag Voyager kopen. Maar nu niet meer. Nu Voyager zo flink is gestegen, ga ik hem in ieder geval niet meer kopen. Een stijging van 100% is natuurlijk hartstikke mooi. En ik heb hem gewoon net gemist. En wat ik vooral zo zuur vind, is dat ik er gewoon niks mee kan. Het is niet dat ik heel veel geld ben misgelopen of zo, want ik had een vrij kleine order klaarstaan. Ik wilde vooral volgende week flink inslaan. Maar stel ik heb een aandeel en dat aandeel daalt echt flink, waardoor ik veel geld verlies. Maakt me dat eigenlijk meestal helemaal niks uit. Kan ik vaak goedkoper bijkopen, wat ik meestal dus ook doe. Maar nu ja, kan ik niet echt kopen. Ik ga ook zeker niet shorten, want ik heb nog steeds heel veel vertrouwen in Voyager voor de lange termijn. Dus ik kijk echt zo van, ik kan er niks mee. Ik heb de boot gewoon gemist, denk ik. Beleggen is soms gewoon zuur. Dus laten we meteen doorgaan naar de volgende. Laten we kijken naar AbbVie. Ik heb zelf ook aandelen van AbbVie als mooi dividendaandeel. AbbVie kwam ook echt met prima cijfers. Een EPS van $1,78. Een stijging van 38%, wat echt wel veel is, zeker ook voor zo'n vrij stabiel aandeel eigenlijk als AbbVie. Een omzet van $14,3 miljard, wat ook een stijging is van 11,2%, wat zeker veel is voor zo'n aandeel als AbbVie. AbbVie is gewoon een vrij stabiel biotechbedrijf. Een aandeel dat ik vooral heb vanwege heel veel dividend, waarvan ik wel verwacht dat het aandeel op de lange termijn zal stijgen. Niet heel veel. Kijk, AbbVie gaat echt niet zomaar verdubbelen of misschien keer 3 of 4 gaan of wat dan ook. Als AbbVie zeg met 20-30% stijgt in zeg een jaar of 2, ben ik daar echt al super blij mee. Zeker in combinatie met een dividend van bijna 5%. In dat opzicht is die 11,2% stijging wat betreft omzet heel veel voor AbbVie ook. En dat komt voornamelijk door Humira. Ze zullen op de korte termijn wel wat problemen hebben met Humira, omdat Humira patenten gaat verliezen. En ik hoop dat ze het in de toekomst heel goed gaan doen met vooral Skyrizi en Rinvoq. Verwachtingen zijn echt wel hoog. Al bij al waren de cijfers gewoon helemaal prima. Vooruitzichten ook helemaal prima. Wat deed het aandeel? AbbVie was best wel flink gestegen. 4%. Voor zo'n vrij stabiel aandeel als AbbVie is een stijging van 4%. Echt wel netjes. Daar ben ik zelf ook heel blij mee, want ik ben niet van plan om AbbVie uit te breiden. Ik wil AbbVie gewoon nu houden voor de lange termijn. Ik heb ongeveer €1000 in AbbVie. En daar ben ik eigenlijk wel tevreden mee. En dan hoop ik weer dat het een leuk en interessant filmpje was. Was dat zo? Klik nog even op die like. Ja, ik baal wel echt enorm van Voyager Digital. Mooi aandeel, groeiaandeel. Besproken in de top 3 aandelen om te kopen in oktober ook. Maar moesten ze nou echt in 2 dagen tijd met bijna 100% stijgen? Konden ze niet gewoon even een weekje wachten zodat ik ze volgende week kon kopen? Ja goed, hoort er nou eenmaal bij. Ik wilde volgende week eigenlijk ook Amazon kopen. Ik wil eigenlijk trouwens van alles kopen volgende week. Maar ik wilde eigenlijk eerst ook Amazon kopen. Maar de cijfers vallen me nu een beetje tegen, dus ik begin te twijfelen. Dus wat ik ga doen, ik ga de earnings call nog beluisteren. En afhankelijk daarvan ga ik ze waarschijnlijk wel of niet kopen. En dan zou ik weer zeggen, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer en laters.